Goeiedag, dag 19 van het coronalezen, en vandaag kies ik voor een vrouwelijk auteur. Eindelijk hoor ik sommige mensen zeggen, en ik geef die gelijk. Ik kies voor een kort verhaal van Patricia de Martelare. dat in 1985 verscheen in het tijdschrift Dietse, Warande en Belfort. en waarin u mogelijk een klein flartje Wim Helsen zult ontdekken. In dit verhaal, het heet Ben ik hier in een hoerenzaak verzeild geraakt. Schrijft de hoofdpersoon werkelijk voor haar leven? Oeh, kwam aan mijn gezicht. Ben ik hier in een hoerenzaak verzeild geraakt? Dacht nogthans dat het een gewoon café was, omdat er onder meer voor het raam hing heden soep. Achtte het onwaarschijnlijk dat men in een hoerenzaakje soep zou eten? Zit hier nu in een oude zetel, onder gedempt licht, met zwoele muziek en achter mij mannen aan de bar, koffie te drinken en te schrijven als gek, met mijn jas aan en mijn benen vooral niet over elkaar geslagen. Hoe een mens ook altijd in zo'n situaties terechtkomt. Je bevindt je ergens in een wildvreemde stad waar het kil en winderig is en waar je zo'n slordige honderd minuten tijd moet zien te doden, omdat je moet wachten op de man met wie je terug naar huis moet. Een man, notabene, die niet de jouwe is, terwijl je er nog dan zin in hebt. Op zoek naar een café om een koffie of wat dan ook te drinken, maar in deze buurt is niet eens een bakker- of kruidenierszaak te vinden. En als je eindelijk een café ontdekt, ziet de zaak er weliswaar verdacht uit, maar er staat heden soep op het raam en wat verder feestzalen te huur. En omdat ik geen zin heb om honderd minuten met koude voeten en verkleumde handen door deze stad te dwalen, stap ik dan maar naar binnen en zie. Dat ik me heb vergist. En als je dan bent zoals ik, dan blijf je met een misplaatst gevoel van heldhaftigheid ter plaatse. Je bestelt met een uitgestreken gezicht een koffie en stevend doelbewust op zo'n stoffige fluwelen zetel af, alsof je hier elke dag kwam. Er is in deze hele zaak niet één stoel te vinden, niet één vrouw ook overigens. En zonder op te kijken voel ik hoe alle mannen me grijnzend begluren. Ik heb vanmorgen mijn haren gewassen en in de krul gelegd. Ik zie er op mijn voordeligst uit, en dat is niet slecht, als ik de man die niet de mijne is kan geloven. En met mijn nylons en hoge hakken en mijn allure van wie doet me wat, lijk ik ongetwijfeld wat ik nogthans niet ben. Ik roer in mijn koffie, neem een slok, verbrand mijn tong en begin wanhopig in mijn tas te rommelen. Maar Nabokov's Lolita of Flaubert's Madame Bovary in pocketuitgaven zijn ditmaal thuis op de vensterbank blijven liggen. Dan vis ik het groene notaboekje op en doe wat ik altijd doe als er niets anders meer op zit: ik buig me voorover en begin als een razende te schrijven. Ik schrijf dat ik een café binnenkom waar heden soep voor het raam hangt, maar dat bij nader inzien toch een hoerenzaak blijkt te zijn. En ik schrijf dat ik een koffie bestel en dat ik begin te schrijven. En ook dit schrijf ik, diep voorovergebogen, op dat het zou lijken of ik ingespannen met iets heel belangrijks bezig ben: een wiskundig theorema of een filosofische stelling, een brief aan mijn geliefde, een keukenrecept of weet ik veel wat. Zolang ik ononderbroken blijf verder schrijven zonder opkijken, kan niemand op de gedachte komen dat ik wel eens werkelijk zou kunnen zijn wat ik ongetwijfeld lijkt te zijn. Dus schrijf ik. Ik schrijf en ik schrijf. En ook waarom ik schrijf, schrijf ik. Al is dat natuurlijk onzin. Maar ik kan niet zo snel wat beters bedenken. En het voornaamste is tenslotte dat ik niet stilval. Als een Westminsterklok uitgerekend één minuut voor klokslag middernacht van het nieuwe jaar zodat iedereen stokt en onderzoekend opkijkt. Stel je voor, bijvoorbeeld, dat een van die half beschonken kerels plots begint te joelen: Vooruit, mannen, waar wachten we verdikken me op? En dat ze dan met z'n allen op me toestormen en me de kleren van het lijf rukken, en zich dan één na één aan me vergrijpen. En ik neem het gewoonlijk al niet zo nauw, en dat seks niet noodzakelijk liefde betekent, weet ik intussen ook al wel, maar dat zou me toch net iets te gortig zijn. Vooral indien ik na afloop ook nog gewurgd en in stukjes gesneden zou worden, zodat mijn arme ouders en mijn man, die immers niet weet waar ik ben, morgen in de krant te lezen krijgen flarden van schrijvend meisje gevonden, met flarden van wat ze schreef. Ik kan me een mooiere dood indenken, al sterf je natuurlijk altijd levend. Dat is wat ik altijd zeg als mensen met afgrijzen protesteren tegen het levend koken van kreeften. Dat het natuurlijk niet leuk is levend gekookt te worden, maar of het dan misschien leuker is om levend de hersenen ingeslagen of de keel overgesneden te worden. En dat je immers onvermijdelijk levend sterft. Niettemin. Het is onvoorstelbaar hoeveel woorden het duurt voor dat hete koffie wat is afgekoeld. Badwater is altijd veel sneller koud, zo lijkt het. Of plaats de verwachting een rem op de tijd? Had ik maar een beter geheugen, dan herinnerde ik me vast minstens één van de tientallen gedichten die ik ooit uit het hoofd heb gekend. En kon ik dat hier gewoon neerpennen, zodat ik mijn hersenen niet langer hoefde te pijnigen over wat ik verder nog moet schrijven. Natuurlijk, ik zou ook dommig alsmaar hetzelfde woord kunnen schrijven, zoals het woord ijsroomgebakje, dat lekker lang duurt, of de naam die ik immers al zo vaak in gedachten en in vele geschriften opschrijf. Maar om de een of andere reden lijkt dat te zinloos, al is er op de keper beschouwd nauwelijks enig verschil met wat ik nu doe. Het lijkt of ik iets belangrijks aan het schrijven ben en ook het resultaat lijkt interessant of in ieder geval leuk. Maar in feite schrijf ik alleen maar een aaneenschakeling van woorden, met niets anders dan de bedoeling een aaneenschakeling van woorden te schrijven. Ik schrijf, om zo te zeggen, en met de nodige verbeelding, die mij immers niet ontbreekt, om niet verkracht te worden. Nu schiet me plots toch een regel te binnen uit een gedicht dat ik als kind kende. De nacht, als hij komt, de nacht maakt hij de hemel open. En de volgende regel ging dan over duizend sterretjes, die dan op gouden voetjes kwamen aangeslopen. En een ander gedicht droeg als titel van twee konijntjes, en de dieren in kwestie bleken dan pootje rap en oortje flap te heten. En meer kan ik, kan ik me er alweer niet van herinneren. Zelfs het onze vader herinner ik me niet meer. En dat heb ik nogthans jarenlang in bed voor me uitgefluisterd. in de hoop onze lieve Heer zo te vermurwen. tot het scheppen van een kind dat mijn broertje of zusje zou zijn. Een mooi gebed voor mij ook nu nog, want de man die niet de mijne is, kon met gemak mijn vader zijn. Jammer dat ik het niet meer ken, dan kon ik het s'avonds in bed voor me uitfluisteren. om de Heer te smeken om een kind van hem. Al zou dat dan ook wel een onbevlekte ontvangenis moeten zijn. Maar kom, niet getreurd en niet gezeurd. Dit is de beste van alle mogelijke werelden. Dat zegt mijn moeder altijd als er weer eens een van haar vriendinnen, man en kinderen verloren heeft, terwijl het huis is platgebrand en ze zelf door borstkanker is aangetast. Dit is de beste van alle mogelijke werelden. Hoezee! Gelukkig maar, zei de priester die mijn man en mij in de echt verbond, dat God bestaat. Pardon, zei ik, maar hoe kunt u daar nu zo zeker van zijn? Nou, zei de brave borst verbaasd, dat staat immers zwart op wit in de Bijbel. Werkelijk waar. Je zou het niet geloven en ik wou dat ik het had verzonnen. Zo leuk vind ik het, maar helaas, het is werkelijk zo gebeurd. Jammer van het verhaal. En nu weet ik het werkelijk niet meer. Vanmiddag heb ik gegeten in de wagen hierheen een appel- en reep melkchocolade met hazelnoten en twee pepermuntjes. Gisteravond thuis kip met champignons en rijst. Eergisteren varkens gebraad met spinazie. Mijn schoonmoeder vertelt altijd wat ze gegeten heeft tijdens de ellenlange telefoongesprekken die ik met haar of liever zij met mij voert. Vanmiddag een eindje worst met appelmoes en gekookte aardappelen. Vanmorgen twee sneetjes brood met jam en een met kaas. En een kopje koffie met twee klontjes suiker. En ze was overgeschakeld op een ander merk. En voortaan maalde ze hem zelf. Dat was verser. En werkelijk, je proefde het verschil. En zo verder. En ook ja, werkelijk. Enzovoort. Het behangpapier heeft de kleur van oud behangpapier. Bruin en smoezelig. Een soort overladen medaillonmotief met vlekken van koffie en wijn. Buiten regent het of het regent niet, of pijpen stelen, het doet er niet toe, zolang ik maar bezig blijf. In de sneeuw rollen drie of zeven kinderen een sneeuwman die niet de mijne is. De werelddelen zijn Amerika, Europa, Azië, Afrika en Australië. Mijn lievelingskleur is grijsachtig wit met een okertintje. Mijn naam is Maria Magdalena of Klaartje. Mijn hobby's zijn dansen. Baartrijden, postzegels verzamelen, tennissen en schrijven.